Als we rond 11 uur vanmorgen vanuit Rotterdam richting de Heinenoordtunnel rijden, komen we direct in de file terecht. Twee van de drie rijstroken zijn afgekruist. Er blijkt een putdeksel omhoog te zijn gekomen en een vrachtwagen is er tegenaan gereden. Daardoor is er een gat in de tank geslagen, met als gevolg dat er 500 liter diesel op de weg is gelekt. Ja. Hoe kan dit gebeuren? Dat is iets wat wij nu heel duidelijk aan het onderzoeken zijn. Want dat is iets wat gewoon niet mag gebeuren. Zeker ook omdat we veiligheid voor het verkeer zo hoog in het vaandel hebben staan. Terwijl de schoonmaakdiensten de diesel van de weg halen, bezint Rijkswaterstaat zich op de situatie. Ook gisteravond was de putdeksel al omhoog gekomen en raakten auto's daardoor beschadigd. Volgens een anonieme bron bij Rijkswaterstaat zou de deksel zijn teruggelegd zonder het benodigde slot erop te doen. En kwam hij vanochtend opnieuw omhoog. Nee, dat is niet waar. Hij is wel degelijk vastgedraaid gisteren. En vandaag is het deksel wat vastgedraaid is gebroken. En dat is in feite een nieuwe situatie, maar wel een die niet mag gebeuren. Dus dat betekent dat wij nu echt een totaal nieuwe plaat neergelegd hebben, extra goed hebben vastgemaakt. En ook een totaal nieuwe putdeksel hierna gaan aanbrengen. In de tussentijd monitoren we ook echt juist om die veiligheid te borgen.